We staan bij zwembad De Ringberg in Scheemda. Die hebben een fantastisch seizoen gehad, want het is een hele mooie zomer geweest. 25 jaar geleden zag het er heel anders uit. De toenmalige gemeente Scheemda die wilde het bad sluiten. Maar er waren enthousiaste vrijwilligers en die hebben het bad eigenlijk al die tijd aan de gang gehouden. Vandaag viert de stichting het 25-jarig bestaan. Harm Engelhagen, voorzitter van de stichting Ringberg. Harm, 25 jaar al. Jij bent er nog geen 25 jaar bij, hè? Nee, ik zit nu 10 jaar ben ik als voorzitter aanwezig. Ik heb Bart Boon opgevolgd, omdat hij de politiek weer inging. Ik ben wel eens een beetje benieuwd. 25 jaar, bestaan jullie nou? Hoe is de financiële situatie nu op dit moment? 100 keer beter dan toen ik begon als voorzitter. Wij zijn financieel kerngezond. En dat is gewoon doordat wij veel vrijwilligers aan het werk hebben. We hebben veel sponsoren, veel nieuwe sponsoren dit jaar bijgekregen. 450 donateurs hebben we ook nog. Nou, het gaat ons boven verwachting goed. Vooral dit seizoen natuurlijk. Vooral dit seizoen, want het is fantastisch weer geweest. En dat betekent financieel dat de pot goed gevuld is? Heel goed gevuld, ja. We hebben 10.000 bezoekers meer dan vorig jaar gehad. Dat zijn er hoeveel? Er zijn er nu 29.000. Net de 30.000 niet gehaald? Dat hadden we niet meer. Want de komende dagen is het weer niet zo. Maar we zijn natuurlijk gewoon helemaal van het weer afhankelijk. Hè? Dat is duidelijk. Ja. Nou is het vandaag is het woensdag. Wanneer gaan jullie dicht? Zondag aanstaan. Om 5 uur sluiten we de zwembad. En dat maakt niet uit wat voor weer het dan is? Nee. Hij gaat sowieso dicht op zondag. Ja. Nou hebben jullie daar een fantastisch springkussen ook staan. Jullie hebben veel geïnvesteerd ook, dacht ik. Hè? Ja, maar de grootste investering die komt nog. En dat is? Dat is een familieglijbaan. Dus die wordt over een paar weken beginnen we ermee. Al beginnen de fabrikanten mee. En als het goed is, dan is die voor de kerstdagen klaar. Dus dan wordt die volgend jaar, in april, wordt die in gebruik genomen. Mei, april. Hoe kijken jullie naar de toekomst? Heel goed. Wij zijn ervan overtuigd, dat dit zwembad, dat zie je dit jaar met het mooie weer. Dus we zijn ervan overtuigd. Dat dit, uit de hele regio trekken we mensen. We trekken ook voor het eerst, merken we dit jaar, dat we heel veel toeristen krijgen. Die van buiten de provincie komen. Want die verbazen zich erover dat dit allemaal nog kan. En nee, ik ben er 100% van overtuigd dat wij kunnen nog jaren door. Bart Boon, wethouder, maar niet meer sport in portefeuille. Maar je staat hier op een plek, Bart Boon. Die je wel kent van vroeger. Jij bent er vanaf het begin bij geweest, hè? Ik ben vanaf 1993 bij het zwembad betrokken geweest. Ja, toen een aantal ouders het voortraject hadden gedaan en de stichting zou komen, toen ben ik erbij betrokken geraakt. Ja. Even terug naar het begin. Het bad zou gesloten worden en er is een actie geweest. Er zijn twee jonge meisjes mee begonnen. Mevrouw van der Wal heeft dat overgenomen, heb ik later begrepen. Jij was later ook een van de mede-initiatiefnemers om het bad in de benen te houden. Is dat correct? Ja, en toen is die stichting gekomen. En toen hebben wij met de gemeente staan steggelen over ja, wat gaan we nou met zwembad doen. Er moest heel veel geïnvesteerd worden. Daar is de strijd geweest. Nou, daar hebben Roel Brink, helaas overleden, en ik ons heel erg druk op gemaakt. En dus uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd dat we heel veel geld van de gemeente Scheemda kregen om het zwembad helemaal te renoveren. En dat is dan ook gebeurd. Toen ben je voorzitter geworden van zwembad De Ringberg. En later kwam je natuurlijk in de politiek terecht, een heel andere functie. Was dat moeilijk of was dat makkelijk? Nou, voor mij was het niet zo moeilijk. En ik denk voor de mensen die het zwembad een warm hart toe droegen ook niet. Want ja, het zwembad staat niet ter discussie. Het concept is ook wel uniek, heb ik begrepen van de voorzitter. Want de badenkaarten die hier gekocht worden, kunnen ook elders worden gebruikt, hè? Ja, sinds een aantal jaren is het zo dat het zwembad heel intensief samenwerkt met de andere zwembaden in de gemeente. Het waren gemeentelijke zwembaden. Dit is echt een geprivatiseerd zwembad. Maar er wordt heel intensief samengewerkt en worden ze ook uitgewisseld. Personeel wordt uitgewisseld, kaarten kun je elders gebruiken. Dus in die zin is er heel veel gebeurd ten goede van alle zwembaden. Nou is Erich Wunker verantwoordelijk voor sport. Hè? Die heeft dat in zijn portefeuille. Praten jullie daar nog over met elkaar? We hebben heel veel contact met elkaar en ik geef altijd aan van overal waar jeugd bij betrokken is, dan kom ik weer om de hoek kijken. Hier zijn we heel veel kinderen, dus we gaan dit ook met z'n tweeën kijken hiernaar. Maar het hele college is dit zwembad een warm hart toegedragen. Ja, en weet je, met elkaar vinden dat het gewoon moet blijven, staat ook helemaal niet ter discussie. Het gaat geweldig, hou er zo, nog 25 jaar erbij. Dick Baar,
Jij bent een van de sponsoren waar het zwembad mede op draait, hè? Dat klopt, inderdaad. 25 jaar bestaat het zwembad. Je bent er ook al 25 jaar bij? Ik denk het wel. Volgens mij zijn we dadelijk in het begin ermee begonnen. En we vinden het gewoon super voor het dorp dat er zo'n zwembad is. En dat moeten we nog 25 jaar volhouden. Ja, want zonder sponsoren is dit allemaal niet mogelijk. Waarom vinden jullie het belangrijk dat zo'n dorp zo'n mooi zwembad heeft? Ik denk voor de kinderen. Je kan die zwemlessen krijgen natuurlijk. Voor de ouderen die willen zwemmen. Eigenlijk voor iedereen, voor de hele streek. Het is super. En vooral zo'n mooi buitenzwembad. Binnenzwemmen kunnen we genoeg. Buitenzwembad moeten we houden. Nou sta je hier op de receptie, drankje erbij, allemaal gezellig enzovoort. Maar zwem je hier ook wel eens? Eerlijk gezegd, nee. Hou je niet van zwemmen? Jawel, maar ik ga soms in de winter ga ik wel naar de watertoren. Maar in het zomerseizoen pak ik meestal de fiets.